Ja, dit is echt een dikke schuinstaan hek. Oh man! Jokkes Knoen Games, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van CSGO. Overwatch. Ja, we zijn weer in Overwatch. Dan gaan wij spyen op mensen. Of ze echt hacken. En of ze daar door een buurtje in kijken. Dus laten we maar gewoon gauw beginnen. Ik hoop dat we een dikke vieze hack hebben. Het staat 2-3 voor de tegenpartij. Hij gaat B met een M4. Hij rusht hem echt in. Oké, gaat hier. Ze zitten mid. Bom gaat short. Heeft hier kapot. Hij ook. Bij de headshot. Nu moet ik even niet op de map kijken, maar even goed opletten. Hij zit daar, dus even goed opletten zijn movements. Achter hem zit hij. Zijn spray is bad. Hij heeft een ult trouwens. En net ging hij op mid. Dat wist ik niet. Twee zitten mid. Eentje is doodgeschoten op mid. Drie zit op B. Hij weet. De call is nog niet gemaakt op B. Nu waarschijnlijk wel. En nu weet ze ook dat B is. Hij gaat tunnel. Gaat hij waarschijnlijk iemand op... Noem die plek ook alweer terrain of zo, geen idee. Daarachter en eentje dus daar. Die had hij echt geflash volgens mij. Wacht. Hoe ga je ook weer naar achter? Pause. What did he just do? Even terug. Oké, boeiend. Waarom sta je zo schuin, meneer? Hij staat heel schuin, maar dus net had ik echt niet opgelet. Beter opletten, Knonnie. Dat is waarschijnlijk een schuinstaan hek. Ja, dit is echt een dikke schuinstaan hek. Oh man! Heeft hij een dikke schuinstaan hek? Ja! Oh! Die zag je niet in je cursor, mijn vriend. Die zag je niet in je cursor. Ik denk dat hij een beetje walls heeft. Hij checkt wel, maar hij checkt hier op de muur. Ze zitten echt met allen op één plekje op site. Wist wel precies hoor. Een beetje aimbot er niet naar het hoofd, maar... Misschien zet hij zijn wall soms aan op zijn aimbot. Nou, misschien is het ook gewoon een goede opper, je weet wel. Nee, ik denk gewoon dat hij zo'n schuinstaan hek heeft of zo. Want opeens flopt hij zo schuin. En zijn cursor is ook schuin. Get wrecked. Dat is zijn vinger. Of is dat zijn middelvinger? Nee, zijn wijsvinger. Koopt een pipa piepeltje. Koopt andere bla 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 dingen. Geen armen. Ik ben benieuwd. Nu zit ik zelf ook zo schuin. Dan kan ik gewoon recht zien. Ja, hij staat nog schuin. Ik wou niet zeggen. Ja, maar dat betekent dat je cursor niet recht zit. Dat is gewoon irritant. Het ziet er ook gewoon raar uit, alsof hij gewoon wegglijdt. Ik denk dat hij heel erg moest wennen. Eén iemand mid. Hij zag de flash en hoorde de flash. Heeft hij best. En hij is weer geowned. Op naar de volgende ronde. Even teleporten. Hij staat bovenaan. Nice. Body. Nee, hij heeft geen aimbotter. Sowieso niet. Wel veel headshots, maar geen aimbotter. Gewoon alleen die schuinhek, you know. Ja, ik kan gewoon leven met de schuinhek met smokes. Gaat hij nog leven? Spy oogjes ingezet.
Ik ben benieuwd of die nog gaat leven. Ze zitten daar met 2 oliebollen. 1 down. Oh nee, dat is het. Ja. Spy oogjes. Zip, zip. Weg. Ze zijn... Ah, baby. De call is al gemaakt. Ah! Nu komt de suspect. Ah! Zo. Oh! Vergissing. Headshot kan je makkelijk hebben. Weird attack. Oké. Het hoofdje was wel in beeld. Je kan een goede aim hebben. Ondertussen kan ik wel even mijn inventory checken. Nee. Oh. Ik heb trouwens echt hele pro in mijn inventory. Die je van matches krijgt daar zo naast. Op het scorebord. Oh. Mooi headshot. Mooi headshot. Pjong. Nu heeft hij een soort van zijn één bot er aangezet. Alleen de moordshot. Als een hele team doodgaat en hij klutst het met alleen maar headshots, dan noem ik hem een eenbotter. Aan de ene kant is het een eenbot, aan de andere kant, als hij ernaast spreekt, spreekt hij niet raak. Het klinkt weird. Hij gaat makkelijk headshot schieten. Maar hij schiet headshot als die raak is. Als die niet raak is, dan is hij niet raak. En één bot er is. Zo. Naar het hoofd. Dus, I don't get it. Iemand heet Beta. Iemand IJsberg. Ik word een beetje moe van je man. Headshot percentage 20% omhoog gegaan. Vind je het gek? Nee, maar ik vind het raar dat hij niet de andere kant opdraait met zijn heks. Zeg maar de andere kant leunt. Misschien is dat gewoon een glitch. Nee, dat kan geen glitch zijn. Dat zijn mijn ogen nu gewoon weird. Volgens mij staat hij gewoon recht. Ik kijk trouwens niet naar zijn headshots. Nein. Nein. Oké, dat was hem. Ingevuld. Helaas, kijkers, helaas. Ik had nog een Overwatch erachteraan opgenomen, zeg maar, erachteraan in één video. Maar die was helaas gecrashed, mijn geluid viel uit. Heel jammer. Eigenlijk wou ik er 2, want nu is de video een beetje kort. Dus kijkers, mochten jullie deze video leuk vinden, laat dan nog even een like achter. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan even op Clan The Games en zie ik jullie bij de volgende video. Later.